Ja. Damn you, internet. Maar het dreigt in gevaar te komen, heb ik begrepen uit een discussie op Twitter. Wat? Nou, ik heb, er was een voorstel om bijvoorbeeld in HTML5 om daar DRM mogelijk te maken. Ja. Ja, dat wil. En er waren allerlei petities van mensen die daar tegen waren. Ja, organisaties die tegen zijn. DRM is de zaad van de duivel natuurlijk. Of in elk geval, dat zou het een bedreiging zijn van het karakter van het internet. Ja, nou ja, dat is en dat het vond ik wel een hele boude uitspraak. Kijk, wat Tim Berners-Lee ook beoogde, was een open web. Met open formaten, wat overal werkt. Dus dat vind ik ook zo mooi. Het web is, in principe, is het responsive. Mm-hmm. Dus het feit dat wij nu pas beginnen met responsive websites bouwen, is eigenlijk alleen maar omdat we dat niet wilden. Omdat we het te moeilijk vonden. Yeah. Maar het was juist altijd de bedoeling, ongeacht de hardware en de software die je hebt, moet je toegang kunnen hebben tot het web. Dat is het hele idee erachter. Zo'n transparante manier om informatie tot je dus te nemen. Het DRM is daar gewoon natuurlijk tegenovergesteld aan. Uh-huh. Dus dat is tegenovergesteld aan de principes van het web. En ik snap ook helemaal, ik snap gewoon echt niet waarom de W3C zo graag wil dat DRM op het web komt. Want het is niet zozeer DRM, het is een soort van plugin structuur. Ja. Dan denk ik, we kunnen toch een plugins maken? Als je zo graag een plugin wil, gebruik je toch lekker Flash? Ja, want dat is inderdaad. Het lijkt er heel erg op dat ze dus niet zozeer DRM in de standaard willen doen. Maar wat ze zeggen is, er zijn partijen die behoefte hebben aan DRM. Ja. En wij willen een uniforme, of wij denken dat het fijn is om een uniforme manier om DRM te bedrijven in HTML5. En dus dit zijn de haakjes daarvoor. En de bedrijven die daadwerkelijk DRM implementeren, die moeten daar zelf nog software voor schrijven om dat werkende te krijgen. Ja. En dat zijn dus dingen als praten met een server om om jouw gebruikerskey op te halen, zodat je daadwerkelijk het document kan kijken. Ja. Of streaming, dat het versleuteld wordt of wat. Nou, dat gaat inderdaad voornamelijk gaat het natuurlijk om video. Ja, video, audio, live dingen. Ja. Dingen waar mensen games nu, wellicht ook. Dingen waar mensen nu vrij veel geld mee verdienen, omdat het live is of omdat het niet op een andere manier beschikbaar is. Maar goed, ik snap. Er is een lang artikel van. Of je had eerst die petitie van een organisatie die voor een vrij web is. Ja. En toen heeft John Foliot, dat is een of andere figuur van de W3C. Vaak nogal een vervelend figuur, vind ik dat. Die heeft een lang artikel geschreven waarin hij zogenaamd dat stuk ontkracht. Oh. Ik snap het niet. Ik snap niet wat die man daar schrijft. Ik weet niet wat hij bedoelt. Ik geloof dat hij probeerde in elk geval soort van de nuance weg te halen. Of nee, de nuance er terug in te brengen. Ja. Van, petities die gingen voornamelijk over van, hé jongens, we zijn net boven gekomen met HTML5. Maar we kunnen eindelijk ademhalen. Alle vormen van media die we nu kennen, die zijn eindelijk op de manier hoe Berners-Lee het bedoelde geïmplementeerd. En nu zijn er mensen die ons weer proberen, of die dat karakter proberen in te kapselen met dingen die dus weer het moeilijker maken om content te krijgen. De vraag die ik heb is, waarom zouden we het willen? En dan is de, dus heeft het web die partijen nodig? Ja. Of is het heel erg als DRM, als content met DRM erop? Nou ja, ga dat maar lekker op aparte apparaten doen. Ja. Dat is een moeilijke vraag. Wat ik interessanter vind. Het internet bestaat natuurlijk voor een heel groot deel uit die rechthebbenden. Hè? Ja. Het wordt gesponsord eigenlijk door een heleboel partijen die daar die soort van eigenaar zijn van delen van het internet die dat. Die het belangrijk vinden dat hun rechten
of dat hun content op een bepaalde manier aangeboden wordt. Ja. En dus inderdaad de vraag zo van, zou het internet dat willen? Ik vraag me af of dat wel bestaat. Of het web. Zou het web dat nou wel willen? Is misschien een wat moeilijkere vraag, want die bestaat uit consumenten. Ja. Daar is het antwoord vrij helder, want de consument die wil gewoon de makkelijkste manier om informatie tot zich te nemen hebben. Ja. En wellicht dat daar ook de sleutel zit van waarom ze het in de standaard proberen te zetten. Gewoon om het uniform te maken. Hè. Dus om ervoor te zorgen dat mensen niet zoveel moeite hoeven te doen om gedRM'de content tot zich te nemen. En, maar veel de keerzijde of het alternatief zou zijn dat bijvoorbeeld een heleboel spullen gewoon niet beschikbaar zijn. Op het web, ja. Nou, of via inderdaad meer proprietary manieren, zoals een fles of een maar dat geeft toch helemaal niks? Ik zie daar het punt niet zo van in. Ik snap niet zo goed wat daar mis aan is. Het is een bedreiging voor het businessmodel van die mensen die juist die informatie willen aanbieden. Als daar je dat geld mee aangeven, wil verdienen. Als je het op die manier wil aanbieden, dan is dat niet zoals het web werkt. Dus dan kan het niet op het web. Ja. Dus dan moet je dat met een plugin doen of met een eigen applicatie, whatever. Ja, precies. Ja. Dat betekent dat je minder makkelijk een geld app, verdient. Bijvoorbeeld. Simpel. Je verdient minder makkelijk en minder. Ja. Dus dat is nou eenmaal, als je op het web wil, dan werkt het op die manier. Dus ik vind dat juist een van de mooie eigenschappen van het web is dat er dit soort dingen niet op zitten. Nee, maar goed, inderdaad. Ja, het staat ik snap eigenlijk, nu begrijp ik dat die hele, wat we dat ondertekenen, heeft helemaal geen zin gehad. Want de WTC trekt zich toch geen fuck van aan. Want die zitten het ook helemaal. De WTC stiekem, is ook dat soort bedrijven. Die zitten het stiekem te doen ook. Hè, buiten de normale gangbare gang van zaken om zijn ze nu ervoor aan het zorgen dat dit er toch in komt, die DRM. Ze hebben achterkamertjes politiek. Ja, ja maar, dus maar ze gaan niet de gebaande paden af, maar ze gaan het nu op een andere manier doen. Maar we hebben het hier eigenlijk te lang over, want zo interessant is het niet. Wat veel interessanter is wat er deze week gebeurde. Ik vond het heel erg interessant. Ja, het is ook interessant. Maar er is op hetzelfde gebied is iets veel interessanters gebeurd.